We gaan namens de FCC Os voorstellen Len Verstegen. En we gaan natuurlijk klappen voor al onze buitenlandse vrienden uit België, Joppe van Broekhoven. Namens Pio BMX Teun Kiefiet. FCC de Flying Devils Bart Adriaanse. We kijken naar de UWTC met Kevin Bonkens. FCC de Vaat, de thuisclub hier met Pepijn Gerrits. De Spuikrossers, let op hem, Yusri de Groot. En natuurlijk altijd topfavoriet als hij start. De man met plaat nummer 11, de Nederlands kampioen. UWTC, Boem Boem Bartje van Bemmelen. Finale, boys, 15 jaar. Ook hier weer een paar mannen die aan elkaar gewaagd zijn. Nou, een goede start daar voor Bart van Bemmelen. Justin de Groot, welkom. Kijk eens aan die andere man van die met de zijde. De binnenkant, Kevin Bonkens. De man in de koek. Oh, daar gaat hij uit de links. Dat is jammer. Bart van Bemmelen, hij heeft de eerste plaats. Dan Justin de Groot vanuit Beierland. De Spuikros erop, plaats nummer 2. En dan gaan we naar Os, naar Len Verstegen. Hij zit er goed bij met een derde plaats. En dus op de vierde plaats is het Pure BMX Steuntje Kiefiet. Maar vooraan is het Bartje, Boem Boem van Bemmelen. Gevolgd door de andere man van het talent team, Justin de Groot. En zit in Bonkens. Die rijdt er uit, een sterke dag vandaag. Hij zit momenteel op 5, maar die wil graag nog doorschuiven. Hij zou nog naar 4 kunnen. De winst is ondertussen binnen voor Bart van Bemmelen. Boys.